Guys. Voor de, Vandaag een termine voor dat dek werd kapot te slaan. En G, ik zweer het. Storytime, guys. Storytime. Dus dat is één keer gewoon. Wat was ik? Was misschien. Laten we zeggen, 8 of 9 jaar. Dan chillen, right? Snap jij? Dat was zo die tijd dat Dremas zo, hij heet wel. Ze kiezen kleren, ze kiezen kleren dan. Hij moet aandemmen, dat is goed uit, snap je? Ik was een keer één keer wakker zo. Ik werd één keer wakker, maar echt. Toen was het zo'n dingetje dat je ouders je kleren kiezen, snap je? Hij kon dat niet zelf kiezen. Hij kon niet kiezen wat hij aan ging doen op school en zo. En ik weet wel nog zo die ene keer, ik was zo echt niet, zo die ene broek aan die zo. Maar toen kwam ze binnen met zo één broek, ik wilde dat echt niet, maar ik moet dat wel aan doen, snap je? Zalens, ik zie die jeansbroek. Maar toen, ik was, en zoals jullie nu ook kunnen zien, ik ben ook altijd zo op tracksuits geweest, snap je? Ik vind tracksuits echt de shit, maar ik wou dat echt niet aan doen, snap je? Ik was al, ja man, please, kunnen we dat snappen, maar ik dat niet aandoen, want ik heb liever dat. Dat is mooi, hè? Ze heeft me dat, ik doe dat aan, dat is zo, dat is een beetje tijd, snap je? Dus ik probeer te wakken, maar wakken is de show, snap je? Wakken is de show, een beetje tijd. En ik wist van toen al, als ik niet comfortabel met kleren zit, ga hem niet worden. En, maar hij moet dat keer proberen duidelijk maken aan de madre die heeft gestreden voor u. Die in Europa is gekomen, die heeft doorgebroken en uiteindelijk een woning heeft kunnen fixen. En u kan onderhouden 24/7. Dan moet hij dat keer proberen uitleggen dat hij iets niet wil doen. Die wordt de para hoofd heet. Mooi, dus ze heeft me dat, ik doe dat aan. Zo, een beetje tijd. Een beetje tijd, hè? Ik denk door je trainingsbroek, hè? Nee, Pieter. Vanaf daar, ik wist gewoon als show, snap je? Vanaf daar, ik wist afgelopen, man. Als ik nu iets verkeerd zei, mensen gaan me tillen. Dus ik doe dat aan, maar je weet, kindjes, een beetje kop, hè? Snap je? Maar eigenlijk, hoor je trainingsbroek aan, snap je? Een beetje trainingsbroek. Zo, nee, de haan is, ben boos voor dan al. Mooi, doe dat aan. Dan ik ben te stappen. Daar is het foutje, loop. Bro. Als ik je zeg. Dat is mijn sanka. Nou, mooi, ik probeer te wakker. Dat lukt niet. Fuck, mama, ik kan je nu iets anders aan doen. Ze ben maas, dat is zo. Ga dat nu aan doen. Hoor dit, bro. Ik was aan het kijken naar de Madrid, want jij wordt massive. Wat doet deze freak? Deze freak. Precies zo hard te pakken. Voem. Ik zei, man, dat heeft mij geraakt, man. Boom. Bult. Zieke beeld, één zieke beeld. Ik voel hem. Ik ben te klein. Met klein like baby, met je. Mooi. Dus ik heb dat gekregen, gewoon zo op mijn hoofd. Ik moet leven te beseffen, man. Ik ben tevreden dat ik heet en zo. Nee, maar ik zeg je, man, deze vrouw, ze heeft mij geroemd. Ze heeft die hakken pakken, ze heeft dat op mijn hoofd te slaan. Eerste van al, we zijn naar school aan het stappen. Heel de baan, ik ben aan het zweren, ik heb tranen en zo. Ze zeggen, stop. We komen ook toe op school en zo. Ze zeggen, zo, als ze nu stopt met huilen. Dat ik was boos op haar, ik heb niet gesproken tegen haar. Ik ben gewoon naar boven gaan, ik ben naar de klas gaan. Maar ik zeg je, man, nooit, maar nooit in Madrid tegenspreken op gebied van kleding, man. Never, ever, ever. Guys, deze is een short story time, maar een krachtige. Nooit tegenspreken op gebied van kleren als je een kind bent. Dus aan alle kids die nog hun kleren laten kiezen door hun ouders. Maar joh, kijk, snap je? Hij weet. Vroeger, wij konden dat nog niet ontwijken omdat we die gadgets en die abilities nog niet hadden van we kunnen dat ontwijken, we kunnen die lab ontwijken. Maar snap je? We zijn bij tijd gekomen als we dat zien aankomen, die gewoon zo. Of we blokken dat gewoon zo. En dat is waar, snap je? Vroeger zat er zo'n speciale een met onze ouders. Die gewoon zo. Vroom, ze pakken dat en ze smijten dat gewoon, snap je? Dus ja, nee. Zeg je, man, guys. Crazy, man. Ik zeg je, man, echt crazy. Like, besef dat er gewoon een tijd was. Dat er letterlijk gewoon een tijd was. Dat wij lappen, bokken, whatever, niet konden ontwijken. Omdat we gewoon niet snel genoeg waren, man. En elke keer dat we een lap kregen. Hij woont naar een kamer, hij blijft wenen, hij slaapt, hij wordt wakker, hij is helemaal herboren, man. Hij is alles vergeten, Danny Madre brengt nog chap en zijn rechts heeft gisteren niet KO geslagen, man. Maar ik snap wat ik bedoel, zo van die dingen, man. Maar snap jij nu als dat komt, doen? Snap jij? Gewoon dragen, man. Ik zeg jullie gewoon dragen. En by the way, ik wil jullie sowieso bedanken voor de 1k subs, guys. 1k. Weet je wat dat is? 1k subs. Binnenkort. 1k subscribers. Hey guys, nee, ik wil jullie echt bedanken voor die 1k subs, man. Echt waar. Like, ik weet dat dit een zeer korte storytime was, maar ik wil jullie echt gewoon bedanken voor de 1k subs, guys. Vonden jullie dit zo leuk? Dan moeten jullie sowieso een blauw duimpje omhoog doen. Liken, delen en abonneren. En abonneer ook op mijn tweede kanaal, snap je? Koning Smalls. Ik maak daar gaming video's, FIFA video's. Like, ga gewoon abonneren. Do your thing. En that is Smalls.